Jelle, ik zat je op afstand een beetje in de gaten houden. Vanaf welk moment had je het in de gaten? Vanaf het moment dat mijn vrouw en mijn vrienden, of twee van mijn vrienden binnenkwam lopen, dacht van iets klopt er, iets niet. En weet je, ik zei al een paar keer tegen Jasper, Jasper, ik moet zo snel mogelijk van het podium af, het is warm, ik heb hier, weet je, het is niks voor mij. Toen zie je de voorzitter ook nog zijn van Jelle, dacht van oké, weet je, ik moet nog iets doen, maar daar had ik dit nog steeds niet verwacht. Je hebt het tot de trap gehaald. Ik vond wel dat ik vrij snel was, misschien sneller dan vroeger, maar ik dacht snel weg te wezen, maar toch werd ik even teruggehaald. Maar had je dit ergens verwacht, dat je nog een afscheid zou krijgen bij NAC? Nee, helemaal niet. Ik ben er ook nooit mee bezig geweest. Wat Justin ook zegt, mijn laatste wedstrijd tegen Willem II uit voor de playoffs 2 jaar geleden. Ja, moest er nog een moment komen. Ja, we hebben alle twee daar heel lang mee gewacht. Om één, ik ben wel gewoon vol met NAC bezig. Ik eigenlijk mijn aandacht daar nu op vestigde. Nou, biertje gedronken met Justin, een loge gekregen, wat ik al heel erg leuk vond. En dan als het dan iets blijvends komt in het stadion waar je altijd gespeeld hebt. Ja, dat vind ik wel echt geweldig. Had je niet verwacht, na 9 seizoenen NAC, een legende denk ik hier wel. Had je niet verwacht iets groters dan alleen een loge? Nee, omdat ik zeg maar, ik ben alleen maar een speler van NAC geweest. En het moment dat ik hier binnenkwam voelde al meteen dat ik een enorme klik had met de club en met de supporters. Ja, en zo heb ik me altijd gevoeld. Ik heb me nooit groter of anders gevoeld dan de supporters. Want het klinkt misschien een beetje cliché-achtig. Ik ben alleen maar Jelle en de club, dat zijn echt de supporters die maken die club. En hebben de club de afgelopen jaren gewoon heel mooi kunnen maken. En ja, daar ben ik maar onderdeel van. Is dit dan het symbool wat ze nu doen, Jelle's Army? Is dat dan wel iets wat bij je past? Nee, absoluut. Omdat ik wel vind dat zeg maar, ik het mooi vind, wat ik net ook al zei in het woordje wat ik sprak. Ik heb vroeger, ben ik uit een gezin, hebben mijn ouders alles voor mij gedaan voor mijn zus om te kunnen sporten. En zo zit ik zelf ook in het leven. Ik vind dat alle kinderen moeten kunnen sporten. En als dan mijn naam zeg maar, aan het jeugdsportfonds kan worden geplakt en daarmee ook nog dit, zeg maar, ja, dan is voor mij, is het voor mij het allermooiste. Als kinderen worden nou in contact gebracht met de wedstrijd van NAC, in jouw naam, dat lijkt me wel mooi. Ja, maar daardoor creëer je ook weer dat, hè, dat jonge kinderen NAC komen in aanraking met het virus NAC. En kinderen kunnen ook weer ergens naar uitkijken. Niet alleen maar dat ze kunnen sporten, maar ook gewoon echt om een avondje weg te gaan. En om een zinnen te verzetten. En dat doet mij heel erg goed. Ja, je hebt al een beetje het gevoel, deze actie gaat een tijdje lang doorlopen. Heb jij een beetje binding mee dat je hier vol ook voor gaat om zoveel mogelijk kinderen te laten sporten? Nou, ik heb altijd enorm mijn best gedaan waar ik nodig was. En dat heb ik de afgelopen 3 jaar gedaan. En dat blijf ik doen waar mijn hulp voor nodig is. En ik heb tijd, dan wil ik dat heel graag doen. Alleen maar voor die kinderen. Laten we het even heel simpel een opzomming maken. 9 jaar lang op handen gedragen door de NAC-supporters. Door Brondil nu al gezegd dat je een van de betere team- en keeperstrainers bent die er is geweest. En je hebt straks ook nog een stukje in het stadion waar kinderen eindelijk naar NAC kunnen gaan kijken. Dan heb je toch wel bereik bij NAC, toch? Ja, en dat vind ik eigenlijk het laatste nog het allermooiste. Ik bedoel, dat je blijvend bent in een stadion waar je altijd gespeeld hebt. Waar je hebt kunnen vieren en kunnen huilen. Waardoor je uiteindelijk zeg maar, nog dit krijgt, ja, dat doet mij heel erg veel. Ja, dat Noordelijkse, dat mag wel een beetje af, maar je mag wel een beetje trots zijn, denk ik. Ja, maar ja, dat is voor mij, weet je, als ik straks in de auto zit en ik zit thuis en dit krijgt een mooi plekje, dan ben ik echt wel trots. Alleen, weet je, ik ben Jelle, hoe ik mij altijd voel en dat is gewoon zo. En nuchter, maar wel ontzettend trots van binnen. Ja, geniet ervan vanavond, want ik denk dat je genoeg aandacht nog gaat krijgen. Ja, dat is dan weer minder, maar ik was blij dat ik er eindelijk een beetje van af was. Maar als het voor dit is, dan vind ik het meer dan prima. Het schijnt ook bier te zijn. Ja, maar ik heb gisteren al een biertje gedronken, dus ik mag niet 2 avonden in de week, mag dat niet. Waterzakje wel, ja.